Een hele goede avond en welkom bij de tweede aflevering van Een andere kijk op boeken, verhalen vanuit een Aziatisch-Nederlands perspectief. Het is een samenwerking tussen de OBA en de Pan Asian Collective. En de Pan Asian Collective probeert Aziatische creatievelingen samen te brengen en hen daardoor te inspireren, te verbinden en ook hun zichtbaarheid te vergroten. Vanavond ben ik hier met een live publiek. Fijn dat jullie er zijn. En jullie thuis die live meekijken via de livestream, welkom. En ik heb vier fantastische schrijvers vandaag bij me die met mij in gesprek gaan over kansen, uitdagingen en hun vooruitblik op de Nederlandse boekenwereld. Mijn gast hier links van me, Diana Chin, welkom. Marcel van Kanten, Shanti Singh en Piet Woe. En dit zijn vier schrijvers die een Aziatisch-Nederlandse achtergrond hebben. En ik wil graag een kleine denkoefening doen met jullie thuis, hier in de zaal, om eventjes bij jezelf na te gaan hoeveel Nederlandse Aziatische schrijvers je kent. En laat dat eventjes bezinken. En hoe lang ken je ze al? Heb je ze al van je jeugd af aan bepaalde namen gekend? Of ken je ze pas recent? En hoeveel zijn dat er? Is dat misschien vier? Deze hier, kende je ze alle vier al? En als je dan bedenkt dat er 18.000 Nederlandse schrijvers op dit moment actief zijn, in hoeverre verbleekt dat aantal in vergelijking? En ook hoeveel mogelijkheden zijn er dus nog voor Aziatische schrijvers om op te komen en hun perspectief te laten horen? En daarom hebben wij vanavond deze vier schrijvers uitgenodigd om te praten over hun werk en ook over hoe zij dus te werk gaan, welke uitdagingen ze mee te maken krijgen en ook wat die eerste kans was die ze gekregen hebben om door te breken en ook dus hoe de Nederlandse boekenwereld daar misschien een rol in kan gaan spelen in de toekomst. We beginnen met een voordracht van Diana. Ik ga een klein fragment voorlezen uit het boek De Telegraaf. De hoofdpersoon Edgar die heeft net zijn moeder verloren. Hij raakt hevig in een identiteitscrisis. En ik zal dit fragment verklaart waarom hij daar in die identiteitscrisis raakt. Sorry. Wie of wat was hij met zijn Aziatische uiterlijk in een verder vrijwel blanke maatschappij? Bij wie of wat hoorde hij? Was hij een Nederlander van Surinaamse afkomst, omdat zijn ouders in Suriname waren geboren? En wat betekende dat voor zijn maatschappelijke positie? Of was hij juist een Suriname, ook al was hij nog nooit in dat land geweest, die toevallig in Nederland was geboren? Hoe kon hij eigenlijk een Suriname zijn, terwijl Suriname als Nederlands grondgebied gold? Dat simpele gegeven betekende toch dat hij een Nederlander was en verder niets. Veel mensen in zijn geboorte in Nederland zagen hem als de zoveelste Aziatische buitenlander, niet eens als Surinamer, omdat ze niet op de hoogte waren van de verschillende bevolkingsgroepen die uit allerlei delen van de wereld in hun eigen kolonie waren neergestreken. En als ze over wat meer kennis beschikten van de wereld om hen heen en hun eigen rijksgebied, wisten ze zeker dat hij afkomstig was uit voormalig Nederlands-Indië. Hoezo niet? Wist hij het zeker dat zijn familie niet daar vandaan kwam? Echt zeker? Hij had een lichte huid en stel haar, geen kroeshaar. Hoe kon hij dan Surinaamse ouders hebben? Wat maakte dat alles hem? Mooi, dankjewel. Om de avond te openen wil ik ook nog eventjes het publiek hier laten weten dat na elk topic dat we bespreken er ook kansen zijn om vragen te stellen. Dus stel ze vooral in de chat, broed ervan of vast op als je in de zaal zit. We hebben een handmicrofoon om langs te komen en dan hopen we een mooie discussie en gesprek te gaan voeren. En ik wilde beginnen met kansen. Je moet natuurlijk als beginnende schrijver ergens een kans krijgen. En Diana, jij schrijft al meer dan 30 jaar of minder dan 25 jaar voordat je die eerste kans kreeg. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Wat was die eerste kans die jij wel kreeg? Nou, ik heb meerdere kansen gekregen, want mensen, uitgeverijen waren op zich wel geïnteresseerd. Ze zeiden ook dat mijn werk wel van bovengemiddelde kwaliteit was. Maar het liep altijd stuk op dat ze geen markten voor zagen. Daar kwam het eigenlijk kort gezegd op neer. En ik heb er zelf ook heel lang over nagedacht wat het nou precies was. Ik wilde gewoon boeken schrijven.
Omdat ik me een Nederlands auteur voel. En gewoon over de liefde, over dood, over opgroeien in deze samenleving. Maar ik was even vergeten dat ik gekleurd was. Ja, het klinkt een beetje gek, maar dat kwam het eigenlijk op neer. Omdat ik weet natuurlijk dat ik gekleurd ben. En kom het in het dagelijks leven, loop ik daar ook tegen bepaalde manieren tegenaan. Maar ik voel me van binnen, voel ik me gewoon een Nederlands auteur. Maar goed, het lukte dus steeds net niet. En toen dacht ik, nou, nu is het goed. Dit gaat niet lukken. Een mens moet gewoon zijn verlies nemen. En toen zei iemand, een vriend van me, die zei van dit is gewoon belachelijk. Ik breng je onder bij de knipscheer. En die waren meteen heel blij. Want ik pas natuurlijk qua werk, qua achtergrond heel erg goed in hun fonds. En ik ben ook heel erg blij met de knipscheer. Alleen, ik had het ook wel heel normaal gevonden om bij een grotere uitgeverij te kunnen debuteren. Maar dat zat er gewoon niet in. En denk je ook dat de markt ondertussen veranderd is? Dus dat ze in eerste instantie zeiden tegen je, we zien geen afzetmarkt in. Heb je die zien veranderen? Nou, ik heb geen idee van de markt, maar wat mij wel opviel wat ik ook lastig vond, is toen mijn boek Een Bijlmerliedje besproken werd, was er één recensent en die... die was eigenlijk een beetje verontwaardigd, omdat het gaat over een Surinaams gezin, een Chinees-Surinaams meisje en gewoon Nederlands, maar wel van Chinees-Surinaamse afkomst. En zij groeit helemaal niet in armoede op en ze is helemaal geen prostituee. En eigenlijk vond die recensenten dat lastig. En dat het niet aan dat stereotype voldeed. Precies. En dan dacht ik, maar waarom moet dat? Waar moet het dan een zielig meisje zijn? Dat vond ik vervelend. En voel je die druk ook omdat je zegt van ja, ik wil juist niet dat stereotype nog een keer herhalen? Nou, ik voelde niet de druk, maar ik vond het heel belangrijk dat ik een gezin had neergezet in de jaren 70, in de tijd dat er heel veel Surinamers naar Nederland kwamen. En dat er ook gewoon gezinnen waren, migrantengezinnen, die gewoon naar hun werk gaan. Dat vond ik heel erg belangrijk. En die helemaal niet die problematiek van armoede en opklimmen en van rags to riches kennen en dat soort dingen. En dat vind ik gewoon... Het is ook een vrolijk boek en dat vond die mevrouw ook lastig. Ze vond het gewoon te licht en te... Zonde, want het is natuurlijk juist iets wat je vanuit jouw achtergrond een extra inkijkje geeft op andere verhalen in diezelfde regio. Nou, weet je wat het is? Ik ken vooral Surinaamse gezinnen waarin het heel goed gaat. En met de Chinees-Surinaamse achtergrond, met alle soorten achtergronden. En dan is het heel verbazingwekkend dat iemand dan zegt van ja, nee, het moet toch eigenlijk een beetje zieliger. Want daar kwam het kort gezegd op neer en ik zou niet weten waarom. En nou, jouw verhaal ging dus echt ook, jouw persoonlijke schrijversverhaal gaat echt strijden voor dat je eindelijk gepubliceerd wordt. En Piet, jouw verhaal lijkt bijna voor een buitenstaander vanzelf te gaan. We zien de ene naar de andere documentaire van je ook verschijnen. Maar voor jou persoonlijk zal het misschien heel anders zijn gegaan. Wat was voor jou de eerste kans die je kreeg? Even denken, de eerste kans. Ik ben in 2016 ben ik op reis gegaan met mijn moeder naar China. Dat is ook een hoofdstuk in mijn boek geworden. Maar dat heb ik dus eerder gepubliceerd in het Volkskrant magazine. En ik denk dat samen met het feit dat ik een kort verhaal voor De Gids schreef, een literair tijdschrift, dat waren mijn twee eerste kansen, denk ik, wat betreft uitzicht op een boekpublicatie überhaupt, zeg maar. Dus die combinatie zorgde ervoor dat mijn verhaal in De Gids, dat is dus een fictieverhaal, dat werd dan geanonimiseerd op een stapel gelegd bij mijn huidige uitgeverij, Das Mag. En die hebben toen eigenlijk de beste verhalen volgens hen, dan volgens de hele redactie, hebben ze gewoon uitgekozen. En die schrijvers hebben ze gevraagd of ze een nieuw kort verhaal wilden schrijven voor hun sampler. En dat is eigenlijk mijn... start geweest. En schrokken ze toen je zei van en nu wil ik een boek schrijven die een hele niche markt lijkt aan te spreken van Aziatische Nederlanders in en hun relatie? Volgens mij niet. Ik had een plan al geschreven voor dat boek. En zij vroeg eigenlijk later van heb je nog een groter project in je? Wil je nog iets bij ons schrijven na dat kort verhaal? En toen had ik het gepitcht als het heet nu de bananengeneratie, maar het heette toen iets van liefde, racisme en bananen. En dat vonden ze dan fantastisch. Vandaar dat ze dachten van oké, we zien heel duidelijk de structuur en waar het over gaat. Dus we willen graag dit boek met je maken. Okay. Dus, en heb je nu het gevoel dat je, nu je de wind in de rug hebt, dat je denkt, oh, nu moet ik al die kansen die ik nu
aangeboden krijg ook grijpen? Of heb je juist dat je denkt, nu kan ik rustig kiezen waar ik echt passie voor heb en dat pas uitlopen? Nou, ik dacht dus wel eerst altijd dat eerste. Ik weet nog dat een hoofdredacteur van Vrij Nederland zou zeggen, je moet nu, zeg maar, je moet nu alles pakken. Toen dacht ik, nee, dat, ik heb daar gewoon, het werd net iets te druk of zo nadat het boek uitkwam in 2019. Dus heb ik toen gewoon rustig een documentaire gemaakt en dan rustig andere projecten aangepakt en een beetje uitgekozen wat ik zou willen, of nog meer zou willen na een journalistiek boek en een documentaire. Dus ja. En staan nu andere uitgevers al bij in de rij dat ze zeggen, kom bij ons, kom bij ons. Om deze weg te kapen. Nou, mogen we daar geen uitspraak over doen? Ik kan er geen uitspraak over doen, vooral omdat ik natuurlijk ook al bezig ben met een roman voor mijn huidige uitgeverij, voor Das Mag. Dus ja, dan valt het eigenlijk, het andere valt eigenlijk gewoon weg. Dus, ja. Mooi. En Marcel, jij bent een schrijver, debutant, vorig jaar voor het eerst jouw boek verschenen. Heel autobiografisch. Dit jaar, sorry. Ja. In de coronatijd geschreven, maar dit jaar gepubliceerd. En dat ging niet vanzelf, laat ik het zo zeggen. Jij hebt echt een marketing-communicatie-achtergrond. Dus ik kan me voorstellen dat dan de kansen niet voor het oprapen liggen. Wat was voor jou een open deur geweest? Of een deur die open is gegaan voor jou? Een deur die open is gegaan bij het schrijven van het boek. Het is voor mij... Ik heb 2 jaar onderzoek gedaan en het is dus eigenlijk een... Ja, de ene deur naar de andere deur ging open. Het was gewoon een ontdekkingsreis. En ik had wel een idee wat ik wilde schrijven. Maar ja, je weet niet wat je tegen gaat komen. Als je familieonderzoek gaat doen op allerlei continenten en dan heel ver terug in de tijd. En toen dacht ik bij mezelf op een gegeven moment van, nou weet je wat, ik volg gewoon mijn intuïtie. Ik begin gewoon in een kleine kring. En, hè, dus eerst bij familie informatie aftappen. En dan stapje bij beetje de kring groter maken en op een gegeven moment dan ook bronnen ver weg proberen te vinden en aan te boren en te gebruiken. Open deur is, ja, iedereen laat zich natuurlijk ook inspireren door andere mensen. Dus er zijn ook schrijvers als Reggie Bahai, Marion Bloem, Griselda Molemans. Dat soort mensen hebben mij wel enorm geïnspireerd en in ieder geval geholpen om de eerste stappen ook te doen en mijn eigen gedachten ook te kaderen. Om te voorkomen dat je natuurlijk verzuipt in zo'n avontuur. Ja, maar jouw boek is ook deels met crowdfunding voor elkaar gekregen, toch? Ja, want zoals je had het al over de coronacrisis. Ik ben er dus 2 jaar mee bezig geweest, maar het schrijfproces aan zich, dat was dus eigenlijk voor een groot deel in de coronacrisis. En ik denk dat we allemaal wel weten dat ook de uitgeverijen en de boekhandelwereld, die hebben behoorlijke klappen genomen. Een concreet voorbeeldje is dat ik zit bij een relatief kleine uitgever die normaal gesproken in een kwartaal 4 boeken of zo uitgeeft, of 5 boeken, dus 20 in een jaar. Nou, het kwartaal dat mijn boek uitkwam, dat kwam uit in maart, had hij 2 boeken op de plank liggen. En eentje was dan ook nog eens een heruitgave. Dus ja, de middelen bij zo'n kleine uitgever, die zijn dan natuurlijk in coronacrisis ook niet tot in de hemel. Dus op een gegeven moment ging wel de telefoon van, er ligt hier een uitdaging, hoe kijk je er tegenaan? Nou, en het gegeven dat ik dan een marketing- en communicatieachtergrond heb, heeft me wel gigantisch geholpen, zeg maar, om dan ook een crowdfundingcampagne op te zetten. En dat is dus allemaal gelukt ook. En je hebt ook een uitgever die relatief kleine oplages produceert, toch? Ja, hun propositie is dat zij zich vooral richten op publicaties met een oplage van, laten we zeggen, 500 of zo. Ik weet niet of het altijd 500 is, maar dat is het getal wat ik een keer gehoord heb. En boeken die voor grote commerciële uitgevers minder interessant zijn. Nou, dat gegeven maakt het voor mij natuurlijk als debutant al interessant. En ik kende ze toevallig via een bepaalde weg. En ze waren ook nog eens gespecialiseerd in de thema's waar mijn boek dan over gaat. Dus Indië, Suriname, slavernijgeschiedenis, de koloniale wereld, et cetera. Dus ja, dat viel eigenlijk heel mooi samen. En vraag voor jou en Diana Sabo. Denk je dat soort kleinere uitgeverijen juist dus misschien ook eerder een kans geven aan debutanten, aan schrijvers die misschien een minder vanzelfsprekende afzetmarkt door de grotere uitgevers
toegeschreven zijn? Ik weet niet, je hebt meerdere kleinere uitgevers, maar de Knipscher staat onbekend. En dat de uitgever van Marcel ook. Dat zijn uitgeverijen die richten zich op een bepaald niche, zal ik maar zeggen. Nu nog een niche-markt. We gaan natuurlijk ervoor dat het straks een grote markt vind wordt. Vind ik wel. Ja. maar ik heb geen idee. De Knipscher doet dit al meer dan 40 jaar, is hij bezig. En hij gelooft ook in dat het gewoon goede literatuur is. En het is ook heel verdrietig, want hij stuurt consequent de boeken in voor de Librisprijs, maar er is nog nooit een boek verder gekomen dan de Groslijst. En dat is het probleem met kleine uitgeverijen. En ik weet niet of het dan mee te maken heeft dat hij dan een bepaald soort boeken uitgeeft, of dat het een kleine uitgeverij is, dat weet ik gewoon niet. Dat zou ik ook geen uitspraak over kunnen doen. Shanti... Jij ging juist voor een grote uitgever en nam een grote gok. Hoe ging het voor jou om te beginnen met schrijven? Ik ben begonnen eerst met korte verhalen schrijven. En die werden dan gepubliceerd ook in een literair tijdschrift. Maar ook opiniestukken voor de Volkskrant of andere dingen. En ik wilde altijd al een roman schrijven. En ik was toen begonnen met een paar hoofdstukken van een familiekroniek over een Hindoestaanse familie die binnen 100 jaar wordt verspreid over 3 continenten. India, Suriname, Nederland. Het is heel erg gebaseerd op mijn eigen familiegeschiedenis, maar wel fictie. En toen ik een paar hoofdstukken had, toen heb ik dat samen met een brief naar de uitgeverij gestuurd. Eigenlijk heel klassiek. Ik ging gewoon op de website kijken van hoe doe je dat eigenlijk. En toen had ik dat op de post gedaan. En toen hoorde ik eerst heel lang niets. En nog niets. En na een paar het duurde maar. En op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik maar een andere uitgeverij proberen. Maar toen kreeg ik toch een e-mail van de uitgeverij. Van, we hebben het gelezen en we willen graag een gesprek voeren. En zo is dat eigenlijk begonnen. Een gesprek met de uitgever, met de redacteur. Over de lijn van het boek en hoeveel tijd zou het je kosten om dat boek af te schrijven. En ja, dat was eigenlijk wel heel mooi hoe dat ging. Wel heel spannend, omdat je daar opeens in belandt. Ik heb bestuurskunde gestudeerd, ook heel wat anders. En dat je dan opeens zo'n gesprek aangaat met een uitgever, maar eigenlijk ook niet precies weet hoe je dat aan moet pakken. Ik kijk jullie dan online dat je zegt, hoe moet ik een onderhandeling met een redacteur, een uitgeverij aangaan? Of? Dat was misschien wel slim geweest, maar dat had ik niet gedaan. Nee, het was wel een mooi proces toen het eenmaal op gang kwam. En ik hoorde later inderdaad dat het niet zo vaak voorkomt, hè, dat je uit die stapel post wordt gevist. Dus dat was wel bijzonder. Maar het was daarna zeker ook wel bikkelen om het boek af te maken en... Ik vond het vooral heel veel grenzen overwinnen en doorzetten. En ook een soort, voor mij was het ook heel erg bewijzen aan mezelf of zo, dat ik een roman kon maken. En als ik het nu ook een beetje samenvat, jullie hebben natuurlijk vanuit een passie voor het schrijven, dat je vanuit het niets je kleinere uitgeverij weet te vinden. Terwijl jullie twee eigenlijk veel meer dus kleinere verhalen al gepubliceerd hebben in tijdschrift en daardoor misschien toch iets eerder op de kaart zijn gaan staan bij een grotere uitgeverij. Zou je dat dan altijd zo aanraden om dat, Piet, zou je dat altijd zo aanraden om dat traject zo te doorlopen? Je wilt eerst ergens anders publiceren. Ik denk dat wel heel veel schrijvers die weg volgen, denk ik. Dus als ze gewoon inderdaad een verhaal ergens in een literaire tijdschrift weten te krijgen, weet je wel. En dan is dat een soort van, ook een soort van keurstempel van, oh ja, dat andere uitgeverijen zien van, oh ja, blijkbaar heeft één redactie het al goed gevonden. Dus wij gaan even kijken wat voor iemand dat is. En heeft voor jullie bijvoorbeeld de huidige tijd daar een rol ook in gespeeld? Dat we hebben nu een klimaat waarin iedereen veel bewuster is van decolonisatieprocessen, racisme en dat de multiculturele samenleving er gewoon is om te blijven. En dat we dan maar beter meer achter de personen die we tegenkomen op straat te weten moeten komen. Is dat iets wat nu meespeelt? Veel van jullie boeken zijn namelijk in de afgelopen jaren gepubliceerd. Ja, als eerste met 2017... En daarna die van jullie. Dus heeft dat klimaat, denk je, meegespeeld? Dat er opeens voor degene die thuis misschien hebben zitten tellen van hoeveel schrijvers ken ik, dat jullie 4 dus pas recent zijn? Bij mij heeft het zeker gespeeld, ja.
Shanti, wat... Ja, nee, ik wou zeggen, mijn boek was uitgekomen in 2014. Dus ik had het gevoel dat ik net ervoor zat, voor al die discussies en zo. Maar wel al heel erg bezig met waar we het nu ook heel erg over hebben. Van, waar is mijn verhaal? Waarom is het zo onzichtbaar? En dat je het ook zichtbaar wil maken. Dat het ook onderdeel is van Nederland. Dus dat herken ik wel heel erg, ja. Maar toen was het nog niet zo alom aanwezig zoals nu. Nee, nu natuurlijk ook helemaal met Black Lives Matter. Ja. Marcel, jij hebt ook geprotesteerd op de Dam, geloof ik. Ja, met mijn dochter toevallig, mijn 20-jarige dochter. Maar de timing is toch wel een belangrijk aspect ook, hè, van wanneer je een boek wil uitgeven. En voordat Black Lives Matter zeg maar helemaal in de picture kwam met een nogal afschuwelijke aanleiding, kon je eigenlijk al in de jaren daarvoor, zag je een soort van opmaat. Want er gebeurde dus van alles, ook in Nederland. Discussies in musea, Mauritshuis had een probleem een aantal jaren geleden met een beeld en dergelijke. Dat en dat voelde ik ook heel sterk. En ik had, bij mij ging het dus eigenlijk, mijn denken ging zo ver, dat even los van dat ik natuurlijk ook niet wist dat corona eraan kwam, maar ik had bedacht, er komt een tentoonstelling aan in het Rijksmuseum, die was eigenlijk gepland voor 17 september vorig jaar, daarvoor wil ik uitkomen. Dus dat timing aspect, dat was voor mij wel belangrijk, omdat ik het idee had dat misschien mijn kansen ook zou vergroten. Ja, dus dat je zelf ook je kansen creëert door te denken van, hè, wat is het klimaat nu, waar is dus vraag naar, en dat dan dat soort verhalen verteld kunnen worden. En ik wil graag even de kansen richting het publiek gooien om vragen te stellen. Mocht er misschien thuis in de chat al iets gesteld worden, dan kunnen jullie die gewoon insturen en dan leest GGW die voor. En misschien iemand in de zaal toevallig al een vraag aan onze schrijver. Er komt iemand naar je toe met een microfoon moment. Bedankt voor jullie gesprek tot zover. Ik had een vraagje, want het ging net heel erg over het huidige klimaat en dus de timing van je publicatie, of jullie publicaties. Maar ik vroeg me af, hebben jullie wel eens over de grens gekeken en gaat het bijvoorbeeld in andere Europese landen ook zo, dat daar ook een soort opmars bezig is met boeken die over identiteit gaan en over... mensen met eenzelfde soort achtergrond als die van jullie? Nou, de Anglo-Saxische wereld, daar is het al heel veel jaren is dat daar aan de gang. Die zijn er veel, veel verder dan wij in Nederland. De stroomboeken over identiteit en over gekleurde mensen en afkomsten en dingen. En natuurlijk, dus ja, we zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen, vind ik. Ja, ik denk dat ook juist in Amerika... er heel veel Aziatische schrijvers zijn die ook veel meer nu de geschiedenis van Aziatische mensen in het land ook beschrijven. En vanuit dat perspectief. En, maar daar vond ik het ook interessant om, toen ik gevraagd werd om het te gaan moderaten, dat ik dan dacht, oh ja, ik ken niet zo heel veel schrijvers waar ik mee opgegroeid ben. En ik lees dus ook heel snel boeken dan over de grens, om dan in ieder geval een deel van de identificatie daarmee te hebben. Dat ik denk, oh ja, in ieder geval herken ik dit gedeelte van mijn ervaringen. Hoe was dat voor jullie? Kijken jullie ook dan voor inspiratie naar Engelse schrijvers die dan hetzelfde topics aanraken? Ik wel. Ja, ik heb wel echt heel veel andere dingen gelezen. Ik denk vooral aan bijvoorbeeld aan Alexander Chi, een Koreaans-Amerikaanse essayist eigenlijk, die heel veel schrijft over queer Asian life, maar ook over zijn schrijverschap en over zijn rol als leraar aan een universiteit. Dus ja, ik heb daar wel heel veel inspiratie uit gehaald. En, ja. En Shanti? Ja, ik ook. Ook voor... zo'n familiekroniek werd ik juist heel erg geïnspireerd ook door Zuid-Amerikaanse boeken. Garcia Marquez of zo, of Naipaul. Het ging altijd wel de grenzen over. En wat je net zei van die herkenning, dat vond ik ook altijd zo bijzonder. Dat ik dat daar wel vond en minder in de Nederlandse literatuur. Niet dat ik dat ook niet las, maar het was een ander gevoel.
En maakt het ook moeilijk voor jullie als schrijver? We hebben het zo meteen over uitdagingen, hoor, maar ik duik er alvast in. Jullie drie hebben allemaal ook een Surinaamse achtergrond, terwijl dat een hele specifieke geschiedenis met Nederland natuurlijk heeft. Is dat dan lastig dat je opgroeit zonder misschien hedendaagse voorbeelden die jouw leven, die heel specifiek die cultuurgrens beschrijft? Het was niet moeilijk, maar toen ik dat Bijlmerliedje af had, toen dacht ik van, ik had het wel leuk gevonden om zo'n soort boek te lezen, een beetje. Maar mijn ouders zijn in 55 gekomen. Ik ben van de generatie van je past je aan, je doet mee met alles. We waren natuurlijk een van de weinige gekleurde gezinnen in Amsterdam, in Nederland misschien zelfs. En wat heet moeilijk. Je doet met wat er is. Maar ik vind het wel fijn dat er nu gewoon een hele stroom, ook jonge Surinaamse schrijvers, Chanty, Raoul de Jong, weet je, het zijn allemaal mensen die echt ontzettend goed aan de weg timmeren. En het is echt een hele grote, grote groep. Dat is wel goed, denk ik. Chanty, in ons voorgesprek zei je ook al van, ja, mijn verhaal, de verhalen die ik schrijf, die waren er gewoon niet. Dus dan ga ik ze maar schrijven. Lijkt me ook best wel eenzaam en eng. Zo voelde het ook. Precies zoals je nu zegt. Ja, en ook dat je de hele tijd dacht van, ik ben hier wel mee bezig, maar je weet helemaal niet of het gaat lukken, of het überhaupt enthousiast wordt ontvangen. Het is allemaal zo onzeker. En toch wil je dat boek maken. Dat is wel. Ja, ik had wel trouwens dat ik veel last van Anil Ramdas. Die inspireerde mij heel erg. En die schreef natuurlijk wel meer essays en columns en opinies, maar dat vond ik geweldig. En dat was wel echt een inspiratiebron bij het schrijven. Mooi. Ik kijk nog heel even een keer of het publiek nog vragen heeft. En anders wil ik graag Marcel vragen om een stukje uit zijn boek voor te lezen. Oké. Okay. En wortelzucht. Ik lees een stukje voor dat zich afspeelt tijdens de Japanse bezetting in Nederlandse Indië. Oma's jongste kind, mijn oom, wordt erg ziek en moet met spoed naar het ziekenhuis. Oma Moes vertelt me dat de enige manier om bij het ziekenhuis te komen, over de weg is het te gevaarlijk, is dat ze het kind in haar armen draagt en dwars door de sawa's loopt. Midden in de rijstvelden hoort ze opeens een zwaar, ronkend geluid. Met het kind in haar armen ziet ze een Japanse bommenwerper overvliegen. De kist lost uitgerekend op dat moment een lege brandstoftank die met grote snelheid naar beneden valt. Door weg te duiken voorkomt mijn oma ternauwernood dat het metalen gevaart op haar hoofd valt. Oma Moes weet haar zieke zoontje, mijn oom, veilig in het ziekenhuis af te leveren. Mijn moeder Henny die zegt, oma Moes is heel moedig. Ook op de terugweg van het ziekenhuis sluipt ze door de sawa's. Ik zie haar af en toe wegduiken tussen de rijstplanten om kogels, bommen en Japanse soldaten te vermijden. Ik ben nog erg jong, maar ik voel dat dit niet normaal is. Mijn moeder was een jaar of 4, 5, denk ik. En ik ga het graag hebben over met jullie over uitdagingen en voornamelijk uit een schrijversperspectief. Veel van jullie boeken zijn of volledig autobiografisch of hebben af en toe een hint van autobiografie erin zitten. Is dat lastig om vanuit altijd iets persoonlijks te schrijven? Chanty, jouw boek De Kier gaat bijvoorbeeld over een Hindoestaanse vrouw die ook bij de gemeente Rotterdam werkt, zoals jij zelf. Hoe ga je met... Heb je dan dat mensen ten eerste er altijd vanuit gaan dat het enorm autobiografisch is? En hoe reageren ze dan op dat? Ja, die vraag die heb ik wel vaak gekregen en die snap ik ook. Want daar heb ik me ook heel erg door laten inspireren. Maar het is wel fictie en het is niet per se mijn eigen verhaal of ervaring. In mijn boek worstelen veel vrouwen met onderdrukking of sociale druk of andere vormen van
geweld. En wat ik dan wel soms had, was dat mensen ervan uitgingen dat ik dat ook had meegemaakt. En dat is helemaal niet zo. Maar dat zijn wel dingen die je moet uitleggen. Dat is wel waar. Of dat het zou gaan over de Hindoestaanse ervaring. En dat was ook niet de bedoeling. Ik vond het juist heel mooi om Hindoestaanse personages als vanzelfsprekend op te voeren. En niet als dat is de Hindoestaanse ervaring. Juist niet. Want het is literatuur. En daar zou eigenlijk iedereen zich mee moeten kunnen identificeren. En hoe reageren ze uit de persoonlijke relatie erop? Wat zeg je? Hoe ze in je familie of relaties erop reageren? Dat je er zitten ook wel wat gevoelige dingen in. Hè, over wat vrouwen meemaken. Of ook in de schoonfamilie of noem het maar op. En daarvan kreeg ik wel reactie van, moest dat nou? Moest dat nou echt in een boek staan? Moest dat naar buiten komen? Of kon dat niet anders? En dat was de ene kant. En aan de andere kant had ik ook weer heel veel reacties van jonge vrouwen die dat juist geweldig vonden. Dat dat ook in een boek staat en dat dat gewoon dat je erover kan praten. En ook identificatie. Dus het was van beide kanten. Dat tijdens het schrijven ben je daar ook bewust van? Dat je denkt, oeh, deze kan misschien gevoelig liggen, maar ik moet het doen. Want dan andere mensen kijken ook mee die er wel wat kracht uit kunnen halen. Ja, toch wel. Ja. Eigenlijk wil je dat het liefst helemaal uitzetten. En tijdens het schrijven heb ik het ook niet. Maar als je het later dan gaat nalezen, denk je soms van, oeh, ik ben wel benieuwd hoe de reacties zullen zijn. Ja. Trouwens, dat je tijdens het schrijven, dan sta je helemaal niet bij stil. En dan hoor je van iemand anders, oh, dat is best wel stevig scène. Maar dan was ik helemaal niet van bewust. Want het past gewoon goed in het verhaal. Ja. Daar is waar je dan op let. Dat, ja, precies. Zonder op de reacties van eventueel de buitenwereld in gedachten te houden. Dat, ja. Maar ik denk dat dat ook wel meespeelt natuurlijk. Omdat er dus voor een buitenstaander, ze kijken naar je en ze horen dat, oh, diegene in het boek heeft eenzelfde achtergrond. Dat ze dan dus het projecteren, dat je dus hetzelfde meemaken. En dan dus dat ook nog eens heel heftig vinden, omdat ze dan dat met jou gaan identificeren. En jij krijgt natuurlijk ook heel vaak de vraag van, helemaal met het boek De Catalograaf. Het is werk wat jij ook in het overdag, in het dagelijks leven, naast schrijven doet. Dat dan mensen ook zeggen van, goh, waarom ben jij dit dan niet? Waarom is het nu een man? Ja, die vraag heb ik wel gekregen. Maar sowieso, grappig is, Marcel die zei ook, ik heb nog nooit van een catalograaf gehoord. En als mensen vragen wat ik doe, dan zeg ik dat ik catalograaf ben. En daarna is het gewoon stil. Ik hoef niks meer te zeggen. Dus als ik dat, en als ik in een goede bui ben, dan wil ik het best nog wel uitleggen. Maar dan vallen ze allemaal graagavond in slaap. Dus dat is, degene die thuis kijken, catalograaf is iemand die is het universiteitsbibliotheek? Gewoon bibliotheek, ja, nee, bij de universiteitsbibliotheek, ja. Collecties in de catalogus beschrijft. Ja. Maar dat is iets wat jij doet, waardoor mensen dus automatisch zeggen van, je moet dus nu vanuit jezelf schrijven. Of? Nou, nee, maar ik vond het, het was voor mij, en dan denk ik ook weer wat Shanti ook zegt, je kijkt echt naar je boek, je kijkt naar je verhaal. En het verhaal liep niet met de vrouwelijke hoofdpersoon die ik eerst in, dan is het heel makkelijk, dan ga je over naar de mannelijke hoofdpersoon en dat paste in één keer goed. En, het is gewoon puur gevoel. En ik ben heel blij dat er niemand heeft gezegd tot nu toe, dit is helemaal geen man. Want dat was mijn grootste angst toen het boek helemaal af was. Denk ik, shit, als het nu mensen zeggen van dit is helemaal niet een man, dan denk ik, ja, dan heb ik wel een probleem. Maar is dat dus, wat jij ook wilde schrijven, ik ben een schrijver en niet een schrijver van kleur die en ik wil een kans krijgen om gewoon een boek te schrijven zoals elke andere schrijver gewoon blanco dat zou mogen doen. Maar voel je dan de druk om wel vanuit een bepaald perspectief een verhaal te schrijven, zodat je dus een aanvulling bent op wat er al is? Nou, het grappige is dat ik, dat ben ik pas eigenlijk later gaan realiseren. Ik heb echt, voordat ik dat geheim van mevrouw Grunwald, voor dat boek, schreef ik echt gewoon boeken
helemaal niet vanuit gekleurd perspectief. Vraag me niet waarom, omdat ik zeg, ik had het idee, ik ben gewoon een Nederlandse auteur. En toen diende dat boek zich aan en toen moest ik heel erg denken over die identiteit. Omdat die mevrouw heeft 7 jaar met haar gezin in een kamp gezeten in Suriname. Alleen omdat zij, niet omdat ze wat gedaan had, maar omdat ze een Duitse nationaliteit had. Terwijl hun familie al heel lang daar in Suriname zat en dus eigenlijk ze zich Surinaams voelde. Dacht ik, ja, wat betekent dat dan? Hè? Wat betekende dat ook voor mij. En daarna ben ik pas eigenlijk gaan denken van ja, het is toch toch ook belangrijk dat ik niet alleen maar literatuur produceer, maar ook toch wat mij als auteur onderscheidt van anderen. Dus ik heb geen gereformeerde jeugd waarvan ik me moet losweken. Wat is dan wat anders? En dan ben ik daar echt goed over gaan nadenken. En dat is dat ik eigenlijk zonder dat ik dat nou problematisch heb gevonden, is mijn hele leven eigenlijk al aan het aftasten ben wie ik ben, in wat voor soort groep. En dat is een thema wat ik eigenlijk nooit had aangeraakt. En tot mijn verbazing past me dat heel erg goed. Dus. Dankjewel. En Marcel, jouw werk is autobiografisch. Het is jouw zoektocht naar wie jouw voorouders zijn. En daar komen bijzondere namen ook langs. Hoe reageerde jouw omgeving erop dat je zo'n persoonlijk werk opschrijft en dat dan ook de wereld in brengt? Ja, op een moment dat de omgeving begrijpt dat het een hoog autobiografisch gehalte heeft. Dat heeft het overigens voor, laten we zeggen, 90%. Om bepaalde redenen is 10% is toch iets meer fictie. Maar ik heb eigenlijk ook een beetje mijn eigen format gekozen. Dus dat is even een kanttekening. Mensen horen dan dat je een boek schrijft en proberen dan te vatten van ja, wat betekent dat dan? Maar ja, als het autobiografisch is, ja, ik heb een Surinaamse familie en ik heb een Indische familie. Dan gaan mensen op het moment dat je zelf nog zoekende bent, dan bestaat de kans natuurlijk dat mensen zelf gaan invullen van wat voor boek zal het dan zijn. En zowel in de Indische gemeenschap als in bepaalde Surinaamse gemeenschappen, de vuile was buiten hangen, whatever that may be. Dat kan een ding zijn. Maar ja, wat is dat dan precies? En waar begint dat en waar houdt dat op? Ik heb voor mezelf met mezelf op een gegeven moment afgesproken toen ik dus aan het schrijfproces begon. Wat ik ook doe, ik vind het belangrijk dat ik mezelf gewoon recht in de ogen kan aankijken. Mijn intenties zijn integer. Mijn intentie is niet om mensen af te branden of wat dan ook. En als ik het maar kan verantwoorden, ook naar mezelf, wordt het ook makkelijker om het ook uit te leggen naar andere mensen. Nou, en daar heb je dus ook allerlei stijlfiguren voor om daarmee te spelen. En Piet, heb jij dat soort overwegingen ook met jezelf gehad toen je de bananengeneratie schreef? Je bedoelt persoonlijke ontboezingen mee, bedoel je? Ja, van in hoeverre. Hè, want je beschrijft ook je relatie met je ouders en over je seksualiteit. In hoeverre je daar dus met jezelf dan in het reinen komt om te zeggen, oké, dit vertel ik wel en dit vertel ik niet. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over nagedacht. Is ook een methode. Ik denk dat ik pas 2 maanden voor publicatie dacht van, oh ja, mijn ouders kunnen dit ook gaan lezen. Het gaat natuurlijk heel veel over mijn ouders en over hoe zij hun migratie invloed heeft gehad op hoe ik, zeg maar, en mijn broers en zusje naar de wereld kijken. En dat is natuurlijk best wel confronterend om als ouder te lezen, denk ik. Dus mijn moeder heeft het bijvoorbeeld ook niet uitgelezen, omdat ze dacht, dit is toch net iets te direct of zo. En ze had inderdaad ook hetzelfde van, waarom hang je de vuile was buiten? Terwijl ik natuurlijk voor mijn gevoel, vond ik het gewoon heel belangrijk, juist dat deze generatie, die dus de generatie na de generatie hierin is gemigreerd, dat die ook op een manier hun verhaal kunnen vertellen. En ik heb dus ook gewoon heel veel mensen geïnterviewd. En daarmee misschien toch ook stiekem verantwoord dat ik dan mijn eigen verhaal ook mag vertellen, omdat zij natuurlijk ook al met z'n allen hun verhaal vertellen. En dat als je een beetje van jezelf vertel dat iemand anders dan misschien ook zijn kant durft te vertellen. Ik heb dat eigenlijk heel vaak, eigenlijk bij alle gesprekken gebruikt. Van, hey, mijn ouders waren zo. Hoe waren die van jou? En dat zij dan daarover gaan praten. Dus, ja.
kan me dat ook wel voorstellen, hoor, dat het toch zo'n boek als de jouw een beetje voelt alsof je in het dagboek van je kind zit te lezen. Dat je denkt, sommige dingen hoef ik gewoon niet te weten. Dat zijn jouw gedachtes en die horen bij jouw ontwikkeling. Hebben jullie daar wel eens een gesprek over gehad? Wat dan precies dat persoonlijke is wat ze niet wil lezen? Met mijn ouders? Ja. Nee. Het enige wat mijn moeder over zei was, dan zat ik in de keuken en dan liep ze zo langs en zei ze, hey, ik ben begonnen met je boek, en dan liep ze door en dan was ze even aan het nadenken. Waarschijnlijk komt ze weer terug en zegt ze, waarom heb je het hierover geschreven? En dan loopt ze weer door. En dan komt ze weer terug en zegt ze, dit is de vuile was bij de hangen. En dan loopt ze weer door. En dan zei ze uiteindelijk van, ik heb maar 3 bladzijden gelezen. En ik wil het gewoon niet verder lezen. Dan dacht ik, oh nee. Ik had eigenlijk sowieso niet verwacht dat ze het boek überhaupt, mijn moeder heeft zelf het boek gekocht, terwijl ik natuurlijk een exemplaar voor haar had. Ofzo. Ze was zelf naar de boekenwinkel in Tilburg gegaan. Staat wel goed voor je verkoopcijfers. Ja, dankjewel voor die extra euro. Ja. Maar als dan dus zo'n boek voor geschreven is, je zei net van, hey, je schrijft het ook deels voor de generaties na je. Zou je ooit overwegen een boek voor de oudere generatie juist meer te schrijven? Om dat soort gesprekken ook te voeren met mensen van je ouders generatie? Om te, goh, hoe heb jij jouw culturele identiteit hier gevormd? Ah, je bedoelt of ik dan een boek zou maken over de generatie van mijn ouders? Ja. Ik vind dat toch niet aan mij of zo. Ja, het is dan, ja, er was ooit sprake van dat er een Chinese vertaler zou komen voor mijn boek. En toen dacht ik ook al van, oh ja, het is wel op zich handig voor mijn ouders dat ze het nog beter kunnen lezen of zo. Of in ieder geval hun generatie, dat zij daar dan in ieder geval kunnen lezen waar heel veel van mijn generatiegenoten mee zitten. Of niet mee zitten, of wel blij mee zijn, of niet. Maar ik zou niet zelf zo snel zo'n boek schrijven, denk ik. En eigenlijk ook een beetje voor Shanti en voor Piet. Ik kan me ook voorstellen dat als je boeken schrijft die zo gericht op een etnische groep geënt is, dat je ook bijna een soort getypecast wordt, zoals in film, dat je dan eigenlijk van je verwacht wordt dat je eigenlijk alleen maar dat perspectief nog een keer gaat kiezen. Shanti, hoe ervaar jij dat? Heb je zoiets van, ik wil dat ook, want die verhalen moeten nog geschreven zijn? Of heb je zoiets van, ik wil alles kunnen schrijven? Nou, dat tweede. Natuurlijk wil je altijd alles kunnen schrijven. En ik heb nu inderdaad in mijn beide boeken wel Hindoestaanse personages, maar dat was ook omdat ik die verhalen wilde vertellen en die personages wilde creëren. Maar ik zou het niet zeggen dat ik dat nou voor altijd wil doen, hè? Het verhaal dient zich aan. Dus ik zou het ook net zoals dat je ook een keer een heel ander karakter met een hele andere achtergrond, dat moet natuurlijk kunnen, dat moet vrij zijn. Ik zou het ook erg vinden als mensen dat alleen maar van je gaan verwachten. Ben je ermee bezig als je het aan het schrijven bent? Dat je denkt, oh ja, nu moet ik misschien de volgende toch echt even een ander verhaal, want anders denken ze dat ik in dit straatje zit. Nee, daar ben ik niet mee bezig. Oh ja. Nee. Ik voel veel vrijheid aan jullie kant. Dat je zegt, nou ja, Piet, jij zegt, ik heb niet over nagedacht hoe mijn familie hierop gaat reageren. Shanti, die zegt, ik hou me er niet mee bezig. Die druk voelen jullie niet? Dus? Ik denk dat als je aan het schrijven bent, dan ben je gewoon vrij. Het zou niet werken als je dan bezig bent met verwachtingen of de buitenwereld. Dan lukt het niet. Dan ben je niet aan het schrijven, denk ik. Dus misschien is dat die vrijheid. Van als je bezig bent, dan is alles mogelijk. En dat is ook dat bijzondere creatieproces. Wat jij ook zei, Marcel, als je jezelf maar in de ogen kan aankijken daarna, dan mag je daarna gewoon schrijven wat je wil misschien. Ja, dat heb ik mezelf wel zoveel mogelijk voorgehouden. Maar ja, dat is natuurlijk ook het verschil met, zeg maar, de romans die hier besproken worden. En dan heb je toch iets meer manoeuvreerruimte, maar dan nog steeds heb ik mezelf alle creativiteit toegestaan. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat, ja, dat is dan het allerlaatste hoofdstuk. Dat is het meest persoonlijke hoofdstuk. Het is niet eens het grootste. Maar dat vond ik het moeilijkst om te schrijven, want dat kwam het dichtstbij. En dat was dan relatief gezien iets meer wikken en wegen. Ik bedoel, als je dingen beschrijft van, begin 19e eeuw, ja, dan ben je, zeg maar, in je creatieve proces ben je emotievrij bezig. En dat merkte ik wel, van dat het onderwerp of de episode in de tijd heeft invloed, zeg maar, op kan ik er afstand van nemen of loop ik tegen bepaalde ethische dilemma's aan. Ik
wil dit onderdeel afsluiten. Dus ik wil even de zaal in kijken of daar vragen zijn. En of er vragen via de chat binnengekomen zijn. Misschien willen mensen thuis iets meer weten over de uitdagingen in het schrijfproces van deze vier schrijvers. De microfoon komt naar je toe. Het viel me op dat Shanti zei van als je aan het schrijven bent, dan ben je helemaal vrij. En mijn vraag is eigenlijk aan de documentairemaker van dit stel. Voel je ook meer vrijheid tijdens het schrijven dan tijdens het maken van een documentaire? Je bedoelt het schrijven van een fictieboek of van een... dit is een journalistiek boek, dus daarin heb ik niet zo heel veel vrijheid qua de waarheid of zo. Maar bijvoorbeeld bij mijn roman waar ik nu mee bezig ben, is natuurlijk... Ik mag alles verzinnen, zolang het maar binnen... Ja, precies. Het is schrijven van fictie. Ja. Ja, dus dat vind ik... daarom vind ik het zo fijn dat ik nu eindelijk een roman mag schrijven. Want ik schreef hiervoor natuurlijk ook al fictieverhalen. En dat was natuurlijk al... Dat was echt een proces van... Je gaat typen en dan kijk je een dag later ineens op en dan heb je een verhaal geschreven. En dan denk je, oh, heb ik dit verhaal geschreven? Dus dat een hele wereld is gecreëerd. En dat vind ik juist het fijne aan het schrijven van fictie. En, dus ja, bij die documentaire dan denk ik nog steeds na van... Oh ja, we gaan deze geïnterviewde gaan allemaal dezelfde vragen stellen. Dan moeten we zo monteren, et cetera. Heb ik ook met dit boek gehad natuurlijk. Dat het altijd gaat over dat hun antwoorden heel erg leidend zijn... in hoe mijn verhaal gaat verlopen. Terwijl bij een roman... Ja, ik heb nu al het einde geschreven van mijn roman... omdat ik dat een fantastisch beeld vind. Dus dat, ja... En dan werk je er maar naartoe... om aan het einde te krijgen in plaats van interviews... dat je zegt, zeg even dit, want ik wil dit doen. Ik wist niet hoe de bananengeneratie ging eindigen, bijvoorbeeld. Dus het is nu een beetje een soort van afgerond, mooi verhaal. Maar dan moest ik er wel een beetje met de haren bij slepen. Want ik dacht, ja, het is nu alsof het nu alles goed is met mijn ouders of zo. Maar ja, het is voor een groot deel natuurlijk wel het geval. Maar het moest wel een beetje erbij gesleept worden. En dat stuk hebben ze dan niet eens gelezen, dus dat is ook wel lastig. Precies. Het begint heel jammerlijk en het eindigt superleuk. Dan denk ik, ja, jammer voor... Dus eigenlijk gewoon alleen het laatste hoofdstuk nog even aan je ouders geven. Dus skip de rest, lees dit dan, dan heb je in ieder geval even de mooie clue. Ja, en hoe, Marcel, voor jou is natuurlijk, je hebt 2 jaar gewerkt aan je boek. Zag je dan ook wel een stip op de horizon van dan is het af, of... Bleef je maar in de archieven duiken en nog meer namen opduiken? Nou ja, het grappige is, je kan er net zoveel tijd in steken als je wil. Het was zelfs zo dat op een moment dat ik met de laatste versie aan het checken was, gebeurde er ineens iets bijzonders. Ik had een jaar daarvoor of zo, had ik het internationale Rode Kruisarchief, daar wilde ik dingen uithalen. Dat heeft even te maken met die periode waar ik er net iets over vertelde, voorlas. En ik was het eigenlijk al een beetje vergeten. Het Nationaal Archief is zeg maar in Den Haag is eigenaar daarvan. En in die allerlaatste fase kreeg ik ineens informatie binnen. Want ze hadden gezegd, ja, het duurt minstens een half jaar. Dus ik dacht van ja, kan mazzel hebben, maar ik ga er verder geen rekening mee houden. Maar toen kwam er alsnog waardevolle informatie binnen. Dus ik heb zelfs op dat moment nog dingen kunnen toevoegen en aanpassen. En heb je dan ook dat je dingen weggelaten hebt qua gevoel voor vrijheid? Dat je denkt van ja, het is wel autobiografisch. Het vertelt wel de wortels waar ik naar op zoek ben. Maar deze namen wil ik liever toch niet vermelden. Ja, ik heb dat een aantal keren gedaan. Het kan zijn dat er een bepaalde gebeurtenis is waarvan ik denk van ja... Het is wel heel erg kenmerkend voor om iets uit te leggen, zeg maar, over mijn familiegeschiedenis. Maar ik vind het ook mijn verantwoordelijkheid op dat moment, aangezien het geen roman is, om ook mensen te beschermen. Dus daar heb ik dan een bepaalde vorm voor gekozen. En Diane, hoe is dat voor jou? Want jij hebt nu tussen 3 boeken erop zitten die gepubliceerd zijn in ieder geval. Merk jij nu ook dat je meer vrijheid ervaart? Dat je denkt, oh ja, nu begin ik de vaart te krijgen om steeds misschien uniekere keuzes te maken.
die verder van je afstaan misschien ook? Nou, het klinkt heel clichématig, maar het verhaal dicteert vaak. Dus ik probeer het wel te sturen, ook het boek waar ik nu mee bezig ben om te schrijven. Ik wil het die kant op hebben, het boek gaat, de logica van het boek verlangt iets anders en dan kom je toch op iets anders uit. Dus het is ook een beetje zoeken naar van alles, maar ik heb niet een of andere zendingsdrang van ik moet nu dit of dat naar voren brengen, maar het gebeurt gewoon. Dus ook deze hoofdpersoon is ook weer gekleurd, toevallig. Dus ik vind het wel leuk om te horen dat je allemaal af en toe een beetje verrast worden door je eigen schrijven. Dat je denkt, oh, dit heb ik blijkbaar geschreven. Of, oh, we gaan deze kant op. En dat niet altijd voorzien. Shanti, mag ik jou vragen om een stukje voor te dragen uit jouw boek, De Kier? Ja, ik ga een stukje voordragen over personage Asha. En nou, dat is een verborgen vrouw eigenlijk. Zij heeft heel erg weinig. Ze spreekt de taal niet, ze heeft niet echt een netwerk. En zij leeft vooral thuis, kijkt door het raam naar buiten. Maar af en toe gaat ze naar buiten met haar man. Dit keer naar een overheidskantoor. En dat is voor haar heel erg spannend. Ik hoop dat ik binnen de 1 minuut blijf. De vrouw achter de balie richt het woord niet meer tot mij. Ik krijg dat vertrouwde gevoel. Ik ben onzichtbaar. Zelfs met deze mooie jas aan. Dus neem ik voorzichtig de mensen om me heen in me op en begin in mijn hoofd vragen te stellen over hun levens. Bedenk wie ik zou kunnen zijn voor 1 dag. Dat ik buiten de kamer achter een nieuwe kier terechtkom, maakt me opeens boos. Verdrietig. Niet gezien worden terwijl ik er wel ben. Vreemde beelden komen op in mijn hoofd. Wat als ik tijdens het gesprek opsta en op het bureau klim? Of keihard begin te gillen? Mijn kleren uittrek? Dan moeten ze wel kijken. Mij opmerken. Niemand zou het dan wagen me te negeren. Mijn echtgenoot zou zich geen raad weten. Dat zou het allermooist zijn. Zij is een simpele vrouw, anders dan jullie, hoor ik mijn echtgenoot zeggen. Ik heb het verstaan, woord voor woord. Hitte gloeit op mijn wangen, pijn in mijn borst. Ik wil schreeuwen om de pijn te verjagen. Ik heb zin om in tranen uit te barsten. Bijna, bijna doe ik het. Mezelf tot mijn echtgenoot richten en keihard in het Nederlands zeggen: ik ben niet dom, ik versta wat jij zegt. Ik bal mijn vuisten en haal diep adem. Ik moet geduld hebben, doorzetten, geen stomme dingen doen. Er zal verandering komen, maar nu moet ik me nog van de domme houden. Mijn handen trillen, ik ben geschrokken van mezelf. Me van de domme houden is als een tweede huid voor me. Maar vandaag maakt dat me voor het eerst razend. Het is een woede die niet zakt. Niet op de weg terug, niet in de kamers. Dankjewel. Ik wilde naar het laatste onderdeel. En dat is natuurlijk de toekomst, de vooruitblik. Hoe zien we de positie van Aziatische schrijvers in Nederland voor ons? En ik wilde eigenlijk beginnen, want ik gaf je net al een voorzetje van of je het volgende onderdeel met je ouders zou gaan doen. Maar Piet, wat voor verhalen zijn er nog nodig volgens jou? Want je hebt natuurlijk nu een heel erg een boek over deze generatie die juist met een hele traditionele Chinese achtergrond opgegroeid zijn in Nederland, waar ze continu geconfronteerd werden met hele Nederlandse leefwijzen. Ja. Wat voor verhalen zie je nog voor je perspectief? Nou, ik heb een tijdje nagedacht over een vervolg op de bananengeneratie, maar ik ga dus nu wel eerst mijn roman schrijven en dan daarna misschien. En dat boek zou dan gaan eigenlijk over de spagaat tussen dat je dan eindelijk aan het einde van dit boek ben ik dan eindelijk soort van tevreden van, oh ja, ik ben en Nederlands, maar ook Chinees, zeg maar, in plaats van dat ik
vroeger wilde ik alleen maar Nederlands was. En als je dan in de spagaat komt van dat mensen dan vragen, oh, maar die Oeigoeren dan? Of mensenrechten? Of privacy schending? En dat, want dat associëren ze dan weer, de mensen Chinees zijn. En daar moet jij je voor verantwoorden. En daar moet ik me dan weer blijkbaar op een of andere manier, zelfs als Chinees Nederlander, voor verantwoorden. En daar zou dat boek dan over gaan. En er zijn ook nog heel veel thema's en hoofdstukken die eigenlijk zijn blijven liggen natuurlijk. Ik heb veel meer geschreven dan alleen dit boek tijdens dat ene half jaar. Dus het, ja, er zijn nog heel veel verhalen te vertellen, zou ik zeggen. Ook over deze generatie dus. Ja. En Shanti, hoe zit het met jou? Je bent gaan schrijven om verhalen te schrijven waarin je zelf misschien ook voorkomt. Maar heb je nog dat je denkt, oh, ik mis nog gewoon een hele bevolkingsgroep, of ik mis nog een heel duidelijk perspectief? Ik denk dat er nog heel veel perspectieven missen. Omdat je toch merkt dat die vraag toch vaak komt, hè, van is dit de Hindoestaanse ervaring of de Chinese of wat dan ook. Dus ik denk dat op een gegeven moment moeten we zoveel verhalen hebben dat je die vraag niet meer krijgt bij een personage die niet per se autochtoon is. Dat dat bijzonder is, maar dat het ook gewoon normaal is. En ik denk dat je dan dus, we hebben het net al gestipt, maar Marcel, jij hoort misschien nog niet van, je hebt een heel autobiografisch boek geschreven. Wil je altijd bij autobiografisch blijven? Of zie jij ook nog wel een carrière in de romans voor je? Nou, het grappige is, met enige jaloezie hoor ik de verhalen. Op een moment dat ik nadacht over, ja, in wat voor vorm wil ik mijn boek gieten, toen kwam dus ook die vraag op van, goh, hè, kies ik voor een roman? Heeft ook zijn voordelen, heeft ook weer zijn nadelen. Maar ik had denk ik toch te weinig zelfvertrouwen om dat avontuur in te stappen wat Shanti dan is ingestapt. En dus ik vind het ook heel mooi wat zij doet. Maar het kriebelt wel. Ik zou best nog wel eens wat willen proberen. Maar wat je eerder aangaf van, ja, geassocieerd willen worden met alleen maar één thema, dat past ook niet echt bij mij. Dus ik, voor mij ligt de toekomst gewoon open wat dat betreft. Ik speel overigens wel nog, dat is dan misschien iets concreter. Ik ben op dit moment aan het onderzoeken of ik mijn boek ook in het Engels kan uitgeven. Omdat zelfs heel veel Indo's weten dat niet. Maar je hebt in de hele wereld heb je een zogenaamde Indo-diaspora. Net zoals je een Joodse diaspora hebt. En je wilt niet weten waar Indo's zitten, van Lapland tot een van de grootste community, SoCal noemen ze zichzelf, zit in Zuid-Californië. En uit dat soort hoeken, en uit Spanje en zo, komen ook wel vragen van, goh, hè, we willen je verhaal ook lezen. Omdat ik merk dat mensen uit de Indische community, waar ze ook mogen zitten, zich daar ook in herkennen. Dus gevoelsmatig zeg ik op dit moment van, dat is misschien de eerst logische vervolgstap. Maar we gaan het zien. Ja, en jij hebt natuurlijk heel veel ervaring met verschillende uitgevers proberen om verhalen aan te vertellen. En er zijn nog zoveel meer verhalen en andere perspectieven, zodat nieuwe schrijvers misschien ook geïnspireerd door jullie aan de bak gaan. Hoe zou de wereld van Nederlandse boeken zich moeten ontwikkelen? Zouden uitgevers iets anders kunnen doen om meer Aziatische schrijvers een kans kunnen geven? Nou ja, de uitgevers zijn degene die bepalen welke boeken op markt komen. Maar het zijn niet alleen de uitgevers, hè, die bepalen. Het is gewoon een heel groot bastion, zal ik maar zeggen. Er is een bepaalde groep mensen die bepalen wat een echte Nederlandse literatuur is. Mensen willen altijd dat andere mensen op hun lijken, zou ik maar zeggen. En dus ook hun smaak wat literatuur betreft, of hun idee van wat literatuur betreft, dat is voor hun de standaard. En alles wat daarvan afwijkt, dat zal toch dat bastion moeten bevechten. Maar dat hoe dat moet, ik heb geen idee. Maar ik vind wel dat er dat vooral de weg naar de verandering is via de jongeren. Dus als mensen op de middelbare scholen die nu nog steeds die eeuwige oude boeken lezen die ik ook al las toen ik op de middelbare school zat. En ik word dit jaar 60. Dat moet toch echt even anders. Maar dat verschuift gewoon amper. En als jongeren niet dat kunnen lezen, dat zijn de volwassenen
later. En die gaan ook hun eigen weg vinden. En die zeggen dan van, wij willen toch ander soort boeken lezen. Weet je, het moet gewoon heel langzaam moet dat veroverd worden. En Piet, ik kan me voorstellen dat van deze schrijvers hier jij voor buitenstaander het meest toegankelijk lijkt, omdat je je gezicht ondertussen wat meer via de media verspreid wordt. Heb je ook jonge schrijvers die dan naar je toe komen en zeggen, ik wil net als jij een boek gaan schrijven, hoe moet ik doorbreken? Niet per se dat doorbreken, maar wel. Ik heb wel eens gebeld met jonge schrijvers, want die willen dan gewoon graag weten hoe je dan bijvoorbeeld inderdaad bij überhaupt een uitgeverij binnenkomt, bijvoorbeeld. Of gewoon het hele proces van het schrijven, et cetera. Dus ja, het is, niet dat mijn telefoonnummer een hotline is, maar ik vond het wel leuk om die ervaringen te delen. Omdat ik besef ook dat het natuurlijk niet vanzelf gaat. Vooral voor jonge schrijvers van kleur. Dus ik probeer ook altijd op mijn Instagram oproepen voor, ik zeg altijd specifiek bij, er zijn oproepen voor bijvoorbeeld een schrijfresidentie. Dus als je toevallig een schrijver van kleur bent en je bent nog niet gedebuteerd, ga dan alsjeblieft naar puntje. Gewoon dat veel meer mensen op de hoogte zijn van wat voor mogelijkheden ze kunnen benutten om te ontwikkelen. Ja. En Shanti, jij had dat ook dat je zei van, ja, dan sta je bij zo'n uitgever en dan moet je gesprek met de redacteur en spannend. Hoe voel je dan ook een verantwoordelijkheid naar de jonge schrijvers toe dat je zegt, oh ja, dan wil ik zoveel mogelijk mijn ervaringen maar beschrijven dat zij dat niet zo ervaren? Ja, misschien wel. En ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat het goed is dat je contact hebt met elkaar. Soms denk je dat je het allemaal maar in je eentje moet uitvissen. En dat denken volgens mij heel veel schrijvers dan. En als je een keer met elkaar in gesprek raakt, dan heb je zoveel herkenning en kan je zoveel van elkaar leren. Dus dat zou ik vooral willen meegeven. Verbind vooral met elkaar en wees ook niet bang om iets te vragen of als je het niet weet, want je hoeft het niet allemaal alleen uit te vinden. Mooi. Hebben jullie nog andere tips voor jonge schrijvers? Nee, maar kijk, het is sowieso moeilijk om als schrijver uitgegeven te raken. Of je nou, dat is voor iedereen is dat een probleem, of je nou jong of oud bent of weet ik veel wat. Maar als iemand van kleur heb je gewoon nog een extra drempel te nemen. Maar ik vind dat moet eigenlijk een extra prikkel zijn om het toch vooral te doen. Als je denkt gewoon, ik wil gewoon, ik heb gewoon een goed boek in me of een goed verhaal. En dan moet je dat gewoon doen. En moet je niet nadenken eerst over wat voor obstakels er komen, maar gewoon stappen zetten. En je laten verrassen door wat je geschreven hebt, zonder je druk te maken, inderdaad. En misschien wat Marcel ook zei, dat je een beetje kijken naar wat staat er op de planning, wat voor thema's komen er misschien straks in de wereld, en dat je daar in ieder geval je pitch op zou kunnen aanpassen, dat je zegt van, dan ga ik mee met mijn tijd en dan is het een actueel boek en dan heb je in ieder geval misschien weer één stap door de deur heen. Ja, als je maar wel trouw blijft aan jezelf, aan je idee, dus ik sluit me helemaal aan bij wat zij zegt. Tegelijkertijd, je kan het marketing noemen, maar het helpt ook wel als de uitgever het gevoel heeft dat je ook een beetje meedenkt. Want ja, linksom of rechtsom, hè, jij zegt ook van ja, die uitgever die bepaalt uiteindelijk of hoe dat proces verder gaat en of je boek op de plank komt liggen. En zo'n uitgever zoekt ook naar iets onderscheidends. Dus als je ervan overtuigd bent van je eigen verhaal en je ziet misschien een haakje waarvan je denkt van, hey, dat kan ik natuurlijk eens kijken of ik dat kan uitvergroten. Misschien spreekt dat juist de uitgever aan. Dan kan je dat ook weer helpen. Ja. En Piet, jij had ook nog een hele goede tip voor hoe je moet beginnen met je residency. Oh. Toch? Ja, ik ben in 2016 meegegaan met de schrijfresidentie van De Buren, het Vlaams cultuurhuis in Brussel. Die hebben elk jaar, organiseren zij dus eigenlijk 2 weken lang dat 18 schrijvers bij elkaar komen in Parijs om alleen maar te schrijven. En dat zijn altijd schrijvers die nog niet gedebuteerd zijn. En zij krijgen daar eigenlijk gewoon een groot netwerk en kansen en zichtbaarheid van namen om ja, door te breken. Dus ik weet van mijn jaar, nou, er kwamen echt fantastische namen uit. ik zal het geen noemen. Maar dat was voor mij wel een van de belangrijkste springplanken, omdat daardoor werd mijn verhaal gepubliceerd in de gids bijvoorbeeld, omdat ik meedeed met De Buren. En dat werd dan weer, viel weer op bij mijn uitgeverij. Dus dat is een beetje zo gegaan. En als we nog even over de toekomst hebben, jij zit nu ook in veel
ja, bolwerken, waarin je misschien het verschil ook kan maken om mensen kansen te geven. Toch zou je nog wat daar wat over willen vertellen? Ja, ik ben bijvoorbeeld eindredacteur bij Brandpunt Plus. En ik heb vorig jaar bijvoorbeeld bewust gezocht naar een nieuwe schrijver, een vrouw van kleur. Dus ik heb eigenlijk alleen maar vrouwen van... Dit is natuurlijk de achterkant, dus mensen weten dat niet. Maar ik heb dus alleen maar vrouwen van kleur op gesprek gevraagd. En daar hebben we inderdaad twee van uitgekozen. Omdat ik weet dat het lijkt alsof zij weinig ervaring hebben. Maar ze hebben weinig ervaring omdat ze niet worden gevraagd, zeg maar. Dus daarom dacht ik, ik moet ze bij een jonge platform zoals Brandplus gewoon een kans geven om een portfolio op te bouwen, ze te begeleiden en te redigeren, zodat zij later weer met dat op hun cv door kunnen gaan naar een ander medium. Dus dat is een voorbeeld. Ja, ik denk dat dat sowieso een beetje de vicieuze cirkel is van representatie. Dat ze zeggen, ja, ze zijn er niet, dus we kunnen ze niet vragen. Maar omdat je ze nooit gevraagd hebt, weet je niet wie er zijn en bij wie je dus kan vragen. Nou, dat, jullie vier zijn dus nu... Hopelijk wat meer, nou, Piet, jij bent al wat meer op de kaart, maar jullie drie zijn in ieder geval meer op de kaart gezet. Piet, zou jij nog als afsluiting wat willen voorlezen uit je boek De Bananengeneratie? Ja, het is een klein stukje helemaal aan het einde, waarin het goed gaat komen. En de bijnaam van moeder aan mij is dus Appie, dus vandaar dat ze Appie zegt. Oei, Appie, de zachte stem van mijn moeder vraagt of ik online een formulier voor haar wil invullen. En of ik naar horeca groothandel Sligo wil bellen om te controleren of dat formulier is aangekomen. En dat terwijl er net een pot pasta staat te pruttelen hier op vakantie in Portugal. Ik wil niet zo'n iemand zijn. Iemand die zijn moeder via de telefoon de denkbeeldige deur uit probeert te werken. Maar ik zeg het toch, ik heb hier echt geen tijd voor. Oké, nee, hoeft niet. Ik bel zelf, zegt ze nog zachter. Terwijl we allebei weten dat zo'n telefoongesprek tussen haar en de groothandel veel langer gaat duren dan wanneer ik zou bellen, door haar accent en gebrekkige grammatica. Mijn moeder heeft me al vier jaar niet meer om dit soort hulp gevraagd en toch reageer ik precies zoals ik 4 jaar geleden zou doen, als een klootzak. Ik voel me een vervelende zeur, iemand die al die jaren de vele pogingen van zijn moeder om moeder te zijn heeft ontmenselijk tot een last. Zodra ik de verbinding heb verbroken, bloedt er meteen spijt uit alle kieren in de muur tussen haar en mij. Ik blijf nog even staan met mijn telefoon in de hand. Ik doe altijd te lang over een afscheid. Alleen het gepruttel van de spaghetti saus is nog te horen. Oh, dat is eigenlijk wel heel sad, maar dat was mijn minuut. Dankjewel. Voor iedereen die dus wil weten hoe het dan nog verder gaat, die moet zijn boek vooral kopen bij lokale boekhandels. Of in de Bieb natuurlijk vooral reserveren en lezen. Zijn er nog vragen uit het publiek aan de schrijvers? Ook niet thuis? Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en dit hele fijne gesprek over kansen en de uitdagingen en de toekomst. Kijkers thuis, bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie ons de uitloop vergeven, want ik weet dat voetbal nu van start is gegaan. Ik hoop dat jullie de laatste aflevering van 7 juli ook zullen bijwonen. Dan heb ik onder andere Lulu Wang, Taoye, Jean Kwok en Sun Lee te gast en dan praten we over verschillende perspectieven in de aflevering Reflecties in Weerspiegelingen. En publiek hier ook, hartelijk dank voor jullie komst en de geïnteresseerde vragen, heel fijn. En tot de volgende keer.